Zo, goedemorgen. We zijn in Plainfield, Massachusetts. We zijn bij onze stiefzus Plain, met haar Monty. En we gaan hier een dagje verblijven. Schitterende omgeving hier. Toch, deze? Hier is ook waanzinnig om te wandelen. En dat is precies wat we hier gaan doen. Oh, it's my bro. It's your bro. Ik ga natuurfilmer worden, deze. Geschiedenis in deze buurt die gaat eeuwen terug. Even kijken of we nog wat kunnen vinden. De oude borden. Ja. Let op. De nieuwe borden. Ja, zie je ze? Nee, ik heb toch liever oude borden. Gaaf. Blijven toch dezelfde letters. Maakt er nou uit. Ze zijn al een paar honderd jaar. Kijk, hierachter heb je nog zo'n oude fabriek. Dat is een oude houtzagerij. Het staat gewoon midden in het bos. Nou, hieronder zitten we dus in de fabriek. Zie je die blokken hier? Nou, daar liepen dus die leren banden omheen. Het draaide eigenlijk de hele fabriek op. Kijk, de rivier hiernaast. Het water stond hier vroeger veel hoger. En dat dreef de machines aan in de fabriek. En ik zie Pleun, zie ik allemaal neerroepen. Of nee staan te schudden. Want het is heel anders het verhaal. Vertel. Die is even ondertussen gras aan het maaien. Nou, nog een stukje te doen. Zet hem op, die! Hebben we het in Den Haag, hebben we het over stadslandbouw? Hoe noem je dit hier? Leuk. De Golden Garden. We gaan naar de Bok. Dat is wel de vijver, hier in de buurt. Dat is een heel apart verhaal, is dat. Ik voel me net een beetje Freek Vonk. Ja, beesten. Een hond! Ik heb een hond gevonden. Ja, hebben we. En nog een hond. Ja! Een heleboel honden hier. Wow! Oh, en wortels. Inmiddels lopen we door met mijn enkels in het water. En dit, we hebben onze portie natuur wel te pakken voor de komende 5 weken deze. Ik durf niet te vragen of hier ook alligators zitten. Pleun, zit hier ook alligators? Strange alligators. Wat is dit? De bevers die zwemmen zo die kant op. Bever? Nou, het is geen bever, het is een beverkant, het is een beverkanaal. Oké. Hupta is met de waterpomp. Tang. Tang en de combinatie. Tang. Dit is dus de Bok. Dit is de Bok. En wat jij gedaan hebt, is jij hebt de Bok eigenlijk gewoon een stem gegeven. Een stem gegeven, ja, dat vind ik wel een mooie, ja. En een gezicht. Door erover te bloggen. 2,5 jaar schrijf jij hier al over. Ja. En geef je de Bok een stem. En dat was een kikker. Want dat is een kikker. Die heeft ook een stem. Hij heeft ook een stem. Hey, en jij hebt onlangs een boek uitgegeven? Ja, het heet De Bok. De Bok. Het is altijd heel moeilijk te beschrijven. Het is elke maand een foto en een klein stukje over wat er op die maand in de Bok aan de hand is. Ja, dat. Amazon. Amazon.com. Ja, Agatha O. De Bok. Agatha O. De Bok. Maar het is wel waanzinnig om hier nu gewoon ook echt te zijn. En het meer ook te zien. Ja, en ook te voelen. Ja, dat ziet er onwijs gaaf uit. Het zit boordevol met leven. Daar gaat de hond. Kom maar aan. Pleun. Als we zo'n Starbucks tegenkomen, even een bakje doen. In the bag. Yep, we did it. Ja, dankjewel. Tot volgende keer, hoor. Come back and bring your boots.